Ja, best mooi plekje hier. Ik hoop je kunt me verstaan met al die wind. We hebben hier goed kunnen overnachten, was rustig. Maar in de ochtend kwamen wel veel mensen en die hoorden ook af en toe. Wat doet die camper hier? Die mag je toch helemaal niet staan? Dus ja, misschien is het handig overnachten en dan verder rijden. Of ja. Maar het was toch een mooi plekje. Hier staan we dan, echt indrukwekkend. En je bijvoorbeeld je ziet hoe die zwarte zandkorrels door het water verplaatst worden, ergens nieuw blijven hangen. En de rotsen die hier liggen zien eruit als zand of steen. Ja, zijn van steen, maar zien een beetje zo rond uit als zand. En de bodem, dan verwacht je steen, maar dat is dan echt zand. Ook dezelfde vorm. Alleen het ene echt steen, andere gewoon zand. Indrukwekkend. Zit dat allemaal onder water en nu is het laag water. Dan kunnen we hier lopen. Rust, de natuur. Je ziet een wereld die vaak verborgen ligt onder het water. We zijn nu naar het castle gelopen, Lindisfarne Castle, zo noemen ze dat, zo heet dat. Het is een prachtig gebied, je wandelt over het kleine eiland. Op het moment wordt er heel veel verbouwd aan het castle, dus ja, en ze vragen ook nog entree. Dus wij hebben dat nu niet gedaan, maar wij genieten gewoon de natuur, mooie weer en de uitzicht. Het is zeker de moeite waard hier naartoe te komen. Let wel op, de weg hier naartoe ligt onder de zeespiegel.
met laagwater kom je hier, met hoogwater niet. Dus een kleine tip van iemand was, net voordat het water hier is, dan op het eiland komen. Dan ben je weliswaar ingesloten, maar de meeste mensen gaan dan weg. Dus dan is het wat rustiger op het eiland. En na 4 uur of zo is het water weer een beetje weg, dan zou je er weer vanaf kunnen. We zijn een beetje laat, het water komt er zo aan en de straten zijn leeg, alleen maar nog maar de inwoner hier, inwoners. Een raar gevoel zo. Nu rennen we terug naar de auto en dan gaat het weer terug naar het vasteland. Misschien door het water heen. Of de mensen hier graag wonen. Ik kom uit een dorp. Nou ja, er rijdt nooit een bus. Brommen had ik niet. Liften stopt toch niemand. Ja. Of dat hier ook zo is. Of die mensen. Ja, als het water er is, dan kom je er niet vanaf. Of er alleen oude mensen weer leven. Die niet ver hoeven. Ik weet het niet. Thank you.